Ja, Jean-Paul, goed dat je weer terug bent van vakantie, want het was hartstikke druk. En ook deze week is het natuurlijk mega druk, want we hebben morgen Koninklijke Olie en ING. Gaan we het straks nog uitgebreid over hebben. Maar in jouw afwezigheid kreeg ik een hartstikke leuke uitnodiging van Crane Shares. Bieden ook ETF's aan en andere dingen. En in dit geval ging het eigenlijk om de combinatie met China. China, ja, dan heb je het natuurlijk al snel over of grondstoffen of elektrische auto's, bijvoorbeeld. En in dit geval was de link elektrische auto's, namelijk NIO. En omdat die ETF's onder andere investeren in NIO, leek het ze leuk om daar een keer langs te gaan. Nou, ja, proof is in the eating, zeggen ze altijd. En dus gingen we een proefritje maken in een hagelnieuwe NIO door Rotterdam. Altijd leuk in de spits. Ja, dus jij bent nu teruggekomen en bekeerd. Jij bent nu groot NIO-fan, schat ik zo in. Dus alleen maar bullish verhalen natuurlijk. Ja, nou, de grap is wel, dat mogen jullie best weten. Ik heb een tijd in zo'n Mitsubishi gereden, zo'n hybride. Nou, ik moet eerlijk zeggen, pluspunten, maar ook een hoop nadelen. Op dit moment rijd ik weer in een prachtig schone diesel. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik was positief verrast. Regelmatig ook wel eens in Tesla's gereden. Maar de NIO, moet ik toch zeggen, ja, het is allemaal een stuk degelijker, fraaier en vooral vernieuwender dan wat ik heb gezien bij Tesla. Ja, kijk, die Chinese auto's, dat volgen we hier op het kanaal natuurlijk al lang. Daar is tegenwoordig niks mis meer mee, hè? Dat is, daar is allemaal goed over nagedacht. Ze hebben er ook westerse experts bij gehaald om het design allemaal een beetje mooi te maken. Ja, het probleem is even, kort door de bocht, ze zijn prachtig. Ze zijn alleen veel te duur. Er is bijna niemand die koopt die auto's, joh. Ja, en zo hebben we dus bij NIO in een nieuwe EL6 gereden. SUV-model. En ik moet eerlijk zeggen, ja, goed vormgegeven, reed fantastisch. En €50.000 exclusief accupakket. Er komt er nog een €20.000 bij. Dat zijn inderdaad stevige prijzen. En dan, ja, dan word je een beetje opgelijnd met een Volkswagen ID4 of de Mercedes, dan wel BMW modellen. Dus dat is inderdaad niet goedkoop. Maar goed, daar staat tegenover dat, nogmaals, wat me erg positief verraste is vormgeving en kwaliteit. En zoals je zei, ja, dat zijn allemaal westerse ontwerpers. Kijk, we zitten hier natuurlijk toch een beetje op een beleggingskanaal. Dus het is sowieso leuk, hè, om voorbeelden uit de praktijk te hebben. Ja, als je naar die aandelen NIO kijkt, ooit waren ze een keer, kon je ze kopen voor $60. Dat is inmiddels helemaal afgezakt naar zo'n ergens tussen de $7 en $8. Dan zou je natuurlijk kunnen denken van, weet je, dat is een heel stuk met korting. Ik ga ze nu kopen. Ja, ik zit te kijken naar het overzicht van de BOVAG tot en met eind september. Er zijn in Nederland, weet jij hoeveel auto's dat verkocht zijn door NIO? Nou ja, ik zou zeggen enkele honderden. Ze zijn natuurlijk nog niet zo heel lang actief. Maar, nee, het zijn er 150. Oh. 150. Dus daar heb ik oktober nog niet meegenomen. Even kijken. In september waren het er 14. Krijg je oktober er nog een keer 14 van. Maar dan zitten ze op 164. Ja. En ja, okay. Dat is een beetje het punt. Ja, en dat zal waarschijnlijk allemaal zakelijke lease zijn. Want laten we eerlijk zijn, ik kan me niet voorstellen dat mensen een 50 of inclusief accu €70.000 neerleggen voor een merk wat inderdaad net een paar maanden actief is in Europa. Of thans in ieder geval in Nederland. Europa is al iets langer. Ja. Kijk, het is onmiskenbaar is het een trend. Je ziet wel op dit moment dat al die EV's het lastig hebben. Want ze verkopen gewoon minder dan wat gedacht. Omdat die prijzen gewoon relatief hoog zijn. En mensen denken, nou ja, ook al omdat de economie niet zo sterk is. Het aanschaffen van een auto is een grote aanschaf. Dus mensen die het particulier doen, die denken, nou, ik stel dat nog maar even uit. Laat ik dat nu maar even niet doen. En zo'n partij als NIO, die hebben een heel mooi verhaal. Hè? De marketing is helemaal op orde. Ze investeren heel veel. Maar uiteindelijk moet het wel worden terugverdiend. En dat vind ik toch een beetje spannend. Kijk, ik ben hier op het kanaal, ik zou bijna willen zeggen, een China-adept van het eerste uur. Nou ja, van de afgelopen 3 jaar in ieder geval. Ik krijg helemaal niemand mee, joh. Er is helemaal niemand die in China wil beleggen. Je ziet het zelfs bijvoorbeeld bij BYD. Die hadden maandag uitstekende cijfers. Winstmarge hoger dan die van Tesla. Meer verkopen in het buitenland. Dat aandeel is niet vooruit te branden.
Nou, soms zit daar natuurlijk ook wel een vertraging in. Omdat mensen gewoon willen zien van... ja, wat wordt er gerealiseerd van al die verwachtingen? Wat ik ook interessant vond was, zoals ik aangaf... tijdens de presentatie van NIO was ook een specialist vanuit China... althans, van Crane Shares China-expert was aanwezig voor een presentatie. Nou, dat was best een positief verhaal over China, over de groei van China... Maar wat ook wel interessant was, een klein staartje. Amerika investeert 800 miljard in de groene transitie. Is in de komende 10 jaar. Europa investeert 600 miljard in de komende 5 jaar. China investeert 500 miljard per jaar in groene transitie. En ze moeten wel. En dat is natuurlijk een heel belangrijke situatie. Kijk... we weten allemaal dat die Chinese autobouwers ondersteund worden. Dus de vraag is van, zal NIO omvallen? Ja, elk bedrijf kan omvallen. Maar met de steun die ze krijgen, kunnen ze natuurlijk wel veel meer. Een hele branding bouwen. Hè? Wat ik zeg, een prachtig pand in de Leidse straat huren voor de komende paar jaar. 7 verdiepingen. Ja, dat doe je niet als je van plan bent om hier maar een jaartje te blijven. Ja, ik weet het niet. Opportunisme is ze niet vreemd. Ze hebben natuurlijk veel te bewijzen thuis. Want China wil graag zien dat dit het eerste exportproduct wordt wat echt overal aanslaat. Ja, we zullen het gaan zien. De concurrentie is moordend. Zeker op duurzaamheidsvlak zien die Chinezen het natuurlijk goed dat daar gewoon heel veel vraag naar is. Naar eindproducten, halffabrikaat en ook de grondstoffen die ervoor nodig zijn. Dus dat is echt wel een thema om te volgen. Om erin te beleggen, ja, blijft toch erg lastig. Maar het is leuk om NIO er weer eens bij te halen. We hebben hem nu staan op tussen de 7 en de 8 dollar. Laten we maar eens even kijken hoe het verder gaat. Kijk, hetzelfde kader met Stellantis. Die zijn nu een samenwerking aangegaan met Leapmotor. Kleine Chinese partij, die komen ook niet op de markt. Die krijgen die auto's ook niet verkocht in het buitenland. Dus dan zie je dat soort combinaties gaan ontstaan. Ja, dat is de vraag of mensen zo'n Chinese auto dan eerder gaan kopen als die onder de vlag van Stellantis op de markt komt, of niet? Nou, het hangt van een aantal dingen af. Kijk, zo'n NIO, dat ga je niet snel privé kopen. Dus het ligt af van wat voor zakelijk leasecontract kun je afsluiten. En als je zo'n auto, wat toch wel een luxe auto is, voor 800 euro... je contract kan afsluiten met 25.000 kilometer, of nee, sorry, 15.000 kilometer, ja, dan kan dat natuurlijk best interessant zijn. Maar goed, we gaan het zien. Ik ben ook heel benieuwd. Nogmaals, ik was in ieder geval positief verrast. Ja, het is wel leuk, hè, nu het toch een uitgebreid item over auto's, maar heb je dat verhaal van Hertz nog gevolgd? Hertz, die hadden op een gegeven moment... een CEO die zei, weet je, ik ga alleen maar Tesla's kopen. Wat had hij nou, geloof ik? 50.000 of 100.000 Tesla's ging hij kopen. Ja. En die komt daar nu op terug. Want ze zijn hartstikke duur. Maar met name ook de reparatiekosten, die zijn gewoon enorm hoog. Ja, en daar deinzen ze nu al een beetje terug. En dat zien natuurlijk andere leasemaatschappijen ook. Dus dat heeft niet specifiek iets met Tesla of met die Chinese EV's te maken. Maar meer met EV's in zijn algemeenheid. Het wordt spannend de komende tijd. Dat is een leuk onderwerp wat je aanstipt. Want ik heb hier een schadenet in de buurt zitten. Die doen alleen maar Tesla. En die hebben een wachttijd van maanden. En dat heeft inderdaad te maken met toelevering ook van alle componentjes. Om een idee te geven. De NIO zitten geloof ik 32 verschillende sensoren. Je kan op je camera zelfs onder je auto kijken. Je ziet dus dat je over een putdeksel rijdt. Dat betekent ook dat daar... naast al die sensoren, gewoon ja, toch wel dure componenten in zitten. Er zitten high-end Nvidia chips in om al die data te verwerken. Gigabytes per seconde is dat. Ja, het wordt inderdaad steeds ingewikkelder. En een gemiddelde wegenwachter met een dopsleutel en een schroevendraaier, ja, die hoef je hier niet meer voor te bellen. Nee, en daar zit dus ook nog een angst bij gebruikers, dat ze denken, ja... zijn er dan dadelijk wel voldoende onderdelen en krijg ik die reparatie wel? Dat maakt mensen gewoon terughoudend. Dus het is dat is zeker een punt bij, laten we zeggen, startende ondernemingen. Want ja, laten we eerlijk zijn,
Een paneel kun je nog wel plamuren schuren, maar als jij inderdaad serieus schade hebt en je moet 1,5-2 maanden wachten op de onderdelen, daar word je niet vrolijk van. Ja. Hey, als we dat even wat breder trekken naar de brede markt. Ja, heel veel zorgen. Heel veel zorgen over alle onrust in de wereld. Conflicten overal. Oekraïne natuurlijk al. Midden-Oosten. We beginnen nu ook. We zitten nu zo'n 3 maanden voor de verkiezingen in Taiwan. Dus daar begint de spanning toch ook wel op te lopen. Dat voelen wij hier allemaal niet. Want we zijn natuurlijk, elke dag is het nieuws logischerwijs gaat over het Midden-Oosten. Maar hou ook vooral dat in de gaten. Ja, tot die tijd beleggen in China. Ik zou het maar even laten zitten. Eerst maar eens even kijken welke kant dat het daar op gaat. Je moet er niet aan denken dat er ook daar nog hommeles tot stand komt. Want ja, dan begint het allemaal wel erg gloomy te worden. We hebben eens even zitten kijken hoe je je nou kan voorbereiden op ja, een heel groot wereldwijd conflict als belegger. Maar dat is eigenlijk bijna niet te doen, hè? Want dat is zo'n extreem scenario. Ja, je kan niet heel veel anders doen dan alleen maar alles verkopen en een veilig heenkomen zoeken, zou je zeggen. Ja, dan ga je natuurlijk terug naar gouden munten, zilveren munten en vooral heel veel contant geld. Nou, dan zit je in Nederland al slecht, want contant geld uitgeven hier, dat is al hartstikke lastig. Nou, iets praktischer. Ja, ik denk dat je een shift kan maken in je portefeuille. De component obligaties kan omhoog, component aandelen kan omlaag. Ja, nou ja, dat zijn de dingen waar je mee kan spelen. Maar op het moment dat er echt, laten we het niet hopen, de kans is volgens mij ook ongelooflijk klein op dit moment, maar niet nul, dat er een nieuwe wereldoorlog uitbreekt. En dan gaan ook de beurzen dicht. Dus of je dan aandelen, obligaties, dan is er niks verhandelbaar. En het gebrek aan liquiditeit zal alle koersen dan naar beneden helpen. Maar ja, wat kan je dan doen? Nou, je zag het bij het oplaaien van het conflict in het Midden-Oosten. Dan zie je de goudprijs boven de $200 2000. Uitkomen. De 2000. Ja, dat bewijst zich wel. Hè? Dus in tijd dat er echt crisis is. Niet een recessie, maar echt een crisis. Dan komen die edelmetalen wat sterker naar voren. Ja, maar ben ik deels met je eens. Maar aan de andere kant zie je ook, weet je, het nadeel van puur goud kopen is dat je ontzettend veel transactiekosten hebt. Dus in de praktijk is dat ook allemaal niet zo simpel en geweldig. En laten we eerlijk zijn, kijk, als jij een obligatie koopt, ook al is de beurs een maand dicht of 2 maanden, de rente blijft gewoon uitgekeerd worden uiteindelijk. Dus daar ben ik dan minder bang voor. En nogmaals, dat is wel een heel gloomy scenario. Maar bedenk wel, hè, als je kijkt naar cash, goud, zilver kopen, je transactiekosten zijn ontzettend hoog. Kijk, je zit een beetje of in het ene kamp of in het andere. Als je denkt dat de hele wereld ten onder gaat, dan neem je die kosten voor lief. En dan zeg je, nou, ik zit in ieder geval veilig. Sorry. En ook een hoop beleggers die zeggen, ja, met zo'n scenario kan ik moeilijk rekening houden. Ik zorg dat ik een beetje gespreid ben, zoals je ook aangeeft. Ja, en dat is wat je gewoon op de professionele kanalen eigenlijk iedereen ziet doen. Omdat het gewoon heel moeilijk is om je daar verder tegen te wapenen. Nee, en ik denk dat het ook niet zinvol is. Maar nogmaals, spreiding in je portefeuille. Zorg altijd dat je een stukje cash hebt, liquide in de portefeuille om in te springen op een gekke beweging. Maar ook gewoon cash thuis. Ja, kijk, als je een week storing hebt en de pinautomaat doet het niet. Ja, dan moet je even zorgen dat je van rijst en andere dingen kan leven. Ja, ja. Hey, laten we er nog even vooruit kijken. Er zitten nogal wat interessante cijfers aan te komen. Morgen hebben we Shell en ING. Hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, Shell wordt natuurlijk interessant. We hebben BP gezien. Dat viel zeker niet mee. Dus wat dat betreft, Exxon en Chevron waren ook eigenlijk een beetje aan de onderkant. Dus wat dat betreft denk ik dat inmiddels de verwachtingen bij Shell al wat naar beneden bijgesteld zijn. Dus ik ben wel heel benieuwd. En er zal natuurlijk vooral gekeken worden naar de outlook en de koers die Shell gaat varen. Want wat mij toch wel weer heel grappig, althans wat ik tegenkwam. We hebben natuurlijk gewoon die hele grote overnames gezien in Amerika
van Exxon en Mobil, of sorry, Exxon en Chevron, investeren allebei in schaliegasproducenten, mind you. Eén daarvan is onder andere ook actief in het Permian Basin. Ja, en die naam kennen we natuurlijk van Shell. Want Shell heeft dat een paar jaar geleden verkocht voor een dikke 9 miljard. Omdat ze van die schaliegasactiviteiten af wilden. Ja, en we zien eigenlijk nu dat de concurrentie gewoon vol blijft investeren in schaliegas. En die Europese energiebedrijven, ja, die liggen onder een vergrootglas. En dat verklaart ook meteen waarom de waardering fors lager is ten opzichte van de Amerikaanse peers. Ja, misschien wel leuk, hè? Van die vier olieaandelen die jij noemt. Shell, BP, Exxon en Chevron. Welk aandeel heeft het dit jaar tot nu toe het beste gedaan? Exxon en Chevron. Ja, Shell dus. Shell, ik bedoel, die steekt er echt nog wel bovenuit. Die anderen die doen grote overnames. Will Sawan is op 1 januari begonnen. Die heeft gezegd, ik ga het gat kleiner maken. Voorlopig. Ja, maar dat is een mooi stukje bühnejournalistiek of statistiek. Je kijkt nu naar dat laatste 9 maanden, laatste jaartje. Maar als je gewoon kijkt naar de waardering, de koers-winstverhouding, doen Amerikaanse oliemaatschappijen het aanzienlijk beter dan de Europese. Het is helemaal waar. En dat is natuurlijk ook waar iedereen naar zit te kijken. Maar Sawan die heeft gezegd, ik ga dat gat verkleinen. Dat is mijn topprioriteit. Nou, cijfers van BP. Hij moet wel. Ja, de cijfers van BP, die waren niet goed. Ja, ik denk dat Shell gaat verrassen. Ja, ik weet het niet, hè. We gaan het morgen zien. Ja, ze hebben natuurlijk te maken dat de winst naar beneden gaat ten opzichte van vorig jaar. Want vorig jaar was zo'n recordjaar. Daar komt niemand aan. Maar relatief gezien, als hij het waar wil maken, dan moet hij laten zien dat hij het nu relatief gezien beter heeft gedaan dan die anderen. Nou, dat is zijn topprioriteit. Als je zegt van ik denk dat de man gaat slagen, dan moet hij dat laten zien. Oké, 1 kwartaal is kort, maar toch. Dus dat is eigenlijk waar ik in ieder geval morgen naar ga kijken, hoe hij het doet ten opzichte van die anderen. En ik denk dat dat wel eens verrassend uit de hoek zou kunnen komen. Ja, en nogmaals, hij moet wel, want voor deze waarderingen is Shell op papier gewoon een overnamekandidaat. Als je kijkt naar Eni, Italiaanse oliebedrijf, dat is gewoon net zo groot als Pioneer of Hess, dat net dus is overgenomen, rond de 50 miljard. Ja, Shell is 4-5 keer groter, dus dat zal niet zomaar gebeuren. Maar als je onderwaardering te groot wordt, ja, dan moet je wel wat gaan doen. Ja, dat is ook wat die City-analyst opperde in januari. Dat er een transatlantische overname zou kunnen komen. Hè? Dus Exxon, Mobil of Chevron. Maar ja, die hebben nu wel even hun handen vol voorlopig aan die partijen die ze hebben overgenomen. Dus dat lijkt er wel even af te zijn. Ja, en met de huidige rentestanden is het natuurlijk voor private equity gewoon niet interessant om hele grote overnames te doen met geleend geld. Nee, precies. Kijk, en ik denk, ondanks dat Shell ook wel voor obvious reasons veel kritiek krijgt, dat ze niet doorzetten op het duurzame gebied. Ja, daar hebben we natuurlijk talloze voorbeelden van gezien waar die duurzame energieprojecten gewoon niet genoeg opleveren, sterker nog, of geld kosten. In de tussentijd, toen ik er even niet was, hebben we ook Siemens Energy nog even zien aankloppen bij de Duitse staat voor een lullige 15 miljard... om te zorgen dat die windmolenparken toch gewoon kunnen blijven draaien. Dat is nogal niet wat. Dus in die zin, niet een mening die iedereen deelt, maar heeft Shell gewoon gelijk door te zeggen van joh, we moeten daar even op de rem trappen. Dat wil niet zeggen dat ze er helemaal niet meer naar kijken. Ik denk dat ze dolgraag een groot bedrijf zouden willen overnemen op het gebied van duurzaam, zoals ze in 2016 met gas hebben gedaan. Denk bijvoorbeeld aan waterstof. Maar het is gewoon nog te vroeg. Het is gewoon nog niet bewezen. Nou ja, op het moment waterstof, dat gebeurt, voorlopig is het heel Shell interessant om te horen hoe ze de strategie aanpassen. Ja, maar afgelopen week werd nog bekend dat er 200 man ontslagen wordt bij de divisie waterstof. Omdat ze daar gewoon eigenlijk alleen nog maar gaan kijken naar industriële toepassingen. En eigenlijk alle kleinschalige projectjes gewoon voorlopig in de koelkast zetten. Ja, wat mij betreft volkomen logisch. Ze hebben daar toch relatief goed geïnvesteerd om te ontdekken wat is er mogelijk.
Nou, ze hebben allerlei dingen bekeken. Bij waterstof, bij uitstek, gaat het om schaalbaarheid. Ja, heel veel van die kleine initiatieven, die zijn helemaal niet schaalbaar. Ze zeggen ze, ja, weet je, ze zeggen niet, we doen het dicht. Ze zeggen, we doen het gewoon met minder mensen. Ik vind dat niet zo gek. Nou, het is een gevolg van de strategie die ingeslagen is. Ja. Ja, ja, interessant. Meestal derde kwartaalcijfers, ja, is eigenlijk een beetje tussenkwartaal. Dus ik verwacht niet een hele grote update. Maar het is wel interessant, toch, omdat we Sawan nog niet zo vaak gehoord hebben, om te kijken wat die er voor toelichting bij geeft. Dus vooral de toelichting gaat interessant worden. En ik denk dat dat bij ING ook een beetje gaat gelden. Hogere rente, dus in principe zou de marge wat beter moeten worden. Grootbanken hebben natuurlijk nog steeds een relatief laag spaarvergoeding ten opzichte van de rentestand. Dus ja, die marge moet goed zijn. Misschien dat de hypotheken wat minder hard groeien dan wel misschien een kleine daling laten zien. Dus ik ben heel benieuwd bij ING. Ja, mijn verwachting bij ING is ook, dat kan toch bijna niet anders dan dat die cijfers goed zijn. En die rentemarge, die is intact, sterker nog, waarschijnlijk nog wat verder opgelopen, want ze hebben de spaarrente verder niet verhoogd. Marktrente is wel verder omhoog ten opzichte van een kwartaal geleden. Voorzieningen, ja, hoeven ze nog niet noemenswaardig toe te nemen, dus dat is goed. Maar dan kom je eigenlijk bij het algemene sentiment bij deze beurs. Weet je, het is overal een beetje een mixed bag, dat mensen daar ook niet in durven stappen. Want ze denken, ja, weet je, die rente staat zo hoog, die schulden lopen op, we horen daar niks van. Misschien in Europa, wordt weer naar Italië gekeken. Dan moeten dadelijk alle banken weer, en misschien komt er een nieuwe eurocrisis. En dat maakt gewoon iedereen heel erg terughoudend. Dus ja, ook als die cijfers goed zijn. Ik denk dat dan ING ook een hogere koers verdient dan het nu staat. Maar ik ben benieuwd of we dat gaan zien op de borden. Ik verwacht dat eigenlijk niet echt. Nee, nou ja, ik ben ook heel benieuwd. Dus nogmaals, het wordt nog een leuke week. Ja. Ja, en wat hebben we nog meer? Er zit vandaag, vanmiddag in Amerika, hebben we cijfers van PayPal. Koerspatroon is er ook eentje. Dat iedereen denkt, wanneer komt de ommezwaai maar? Nou, dat doen ze door marge op te geven en toch te zien dat ze hier en daar wat geld verdienen. Maar dan kijk je natuurlijk ook vooruit naar het unicum dat Adyen met kwartaalcijfers komt op 8 november. En dat is natuurlijk ook een leuke sector om te volgen. Ook al omdat we weten dat er heel veel mensen ergens tussen de, nou, pak een beet, 1100 en waar we nu staan, toch Adyen hebben opgeraapt met het idee, dit gaat wel weer terugveren. Ja, dat wordt zeker een interessante. Ja, ze komen niet alleen met cijfers, ze komen echt met een wat meer update over de toekomst. Dus we zijn daar zeker heel benieuwd. En vanavond natuurlijk nog Amerikaanse Centrale Bank. Nou, dat is een onveranderd, dat kan bijna niet anders. Maar men zal natuurlijk wederom kijken naar, ja, wat zijn de bewoordingen in de begeleidende tekst. Ja, toch nog heel even, hè, over Adyen. Kijk, die update volgende week, die gaat natuurlijk hartstikke goed zijn. Want het is gewoon een goed bedrijf. Dus die komen met een heldere uitleg van de strategie, waar ze de groeimogelijkheden zien. Dan kan ik je bij voorbaat al zeggen, daar gaan we enthousiast over worden. Maar ja, tegelijkertijd zien we dat het economisch overal ter wereld begint te knellen. Dus ja, als gewoon het totale aantal transacties terugloopt en je hebt ook nog concurrenten als PayPal die moeten knokken voor marktaandeel, dan is de vraag hoeveel rek dat er op korte termijn is. Of voor lange termijn gaat het er ongetwijfeld komen. Nou ja, nu gaat Elon Musk, die wil via X, wil die ook betalingen gaan doen. Ideal is verkocht. Dat wordt een Europees systeem die ook een beetje in die markt komen. Ik ben heel erg benieuwd en dat Adyen-verhaal is toch ook wel weer heel erg leuk om eens even goed naar te luisteren waar nou exact die groei gaat zitten en welke marges denken ze te kunnen maken. Ja. Nou ja, de Franse concurrent, die kwam vorige week al met cijfers en dat aandeel is inmiddels van 80 teruggevallen tot onder de 10. Dus precies. Ja, laten we hopen dat Adyen een beetje mee gaat vallen. Het algemene verhaal, het is elke keer een mixed bag. Het is geen makkelijke markt, maar dat komt ook door die hoge rente. Zoals je terecht zei vanavond, Powell, gaat natuurlijk ook iedereen naar kijken. Ook een belangrijke factor. Geen renteverandering wordt er verwacht. Maar wat vertelt hij erbij?
Nou ja, mooie bedrijfscijfers. Ook niet te vergeten hebben we morgen Apple natuurlijk nog. Wordt ook heel erg belangrijk voor het sentiment. Fijn om weer terug te zijn na de vakantie. Goed dat we deze video weer hebben gemaakt. En ik spreek jou volgende week weer op deze plek, Bart. Absoluut, Chapal. Tot dan.